Zaterdagavond 6:30. De spelersbus van Zulte Waregem rijdt het stadion van Stondaar binnen. Studio 1 en Chris van den Abele zijn erbij en stellen zich samen met Zulte Waregem de vraag: kan een bescheiden middenmotor iets oogsten bij een team dat de Europese successen aan elkaar hecht? Kan dat in de Helvans Klessa? We komen hier toe met veel vertrouwen, maar het is ook de bedoeling dat we hier met veel vertrouwen weer weggaan. Met rozen schreeuwt in de hysteriek zaterdagavond hun liefde uit voor de Rouges. Dat publiek van Standaar, dat is toch van het schoonste dat er bestaat. Hé Stijn? Het is het beste publiek van België, denk ik. Het aan op zijn stadion ook en het veer was er genoeg. Arme Stijn Meert, in 2006 een incident met Conceição. Dik 2 jaar later nog altijd de gebeten hond van meer dan 20.000 Luikenaars. En wat doet dat met jou, dat constant fluiten, dat moet iets met je doen. Nou ja, goed, ik heb ook al ervaring genoeg om daar niet meer van wakker te liggen en ja, zeker. Hoe haal ik als voetballer mijn gram? Stijn Meert doseert. Hoe gaat het door je hoofd? Goed. Ik weet ook al dat er hier 20 of 25.000 man op mijn nek zitten. En dat is natuurlijk een antwoord met de voeten dat je geeft. En geen frustratie. Alhoewel. Als dank voor bewezen diensten incasseert Meert 2 minuten later geel. Zijn coach haalt hem naar de kant. Ik vond het jammer aan de ene kant, maar ik denk ook wel dat het de beste manier was om mee te beschermen. Want ik ging vandaag. Ik weet het niet. A un part, je ne voudrais pas le changer, parce qu'il était important pour l'équipe. Il a fait un grand combat au côté gauche. Mais contrairement, je dois le protéger aussi. Et avec son but, son moment de gloire était fini. Het moment de gloire van heel Zulte Waregem beleeft Stijn Meert van op de bank. De winning goal in de toegevoegde tijd. Maar ik heb. Het zijn vooral vandaag mijn spelers die het gedaan hebben. Ik ben echt onder de indruk als je hier 1-0 achterkomt tegen deze ploeg. En je blijft recht en je komt terug. Dan is er alleen woord dan. Dat heeft niks, dat heeft misschien wel iets te maken met tactiek, maar vooral met de ingesteldheid van mijn team vandaag. Ik ben aangenaam verrast, ja. Je crois que la fauteuil de champion et la fauteuil, les fauteuils de bonnes prestations, ils nous ont fait beaucoup de bien, mais autant de mal aussi. Et c'est un lourd handicap avec lequel c'est très difficile de se rendre compte. On est dans une situation que maintenant, d'ici là, tu es obligé de gagner tout. Si tu veux revenir dans le championnat, c'est ça la vérité. En voilà. De een zijn dood is juist. Naar verluid was de terugreis naar Zulte Waregem lang, maar niet onprettig.